Hugo, vertel nog eens over die boete. Over die boete, ja. Ja, je hebt het allemaal wel kunnen lezen. Het is zo, er zat een prentje op mijn auto. En ja, ik wilde nog in discussie gaan om hem weg te krijgen. Maar ja, dat ging niet gebeuren. En ja, toen de inspiratie maar gebruikt om een nieuwe single te schrijven. En die is er? En die is er, uiteindelijk. En ja, de titel is Lisa Marie. En hij is onlangs uitgekomen en de reacties tot nu toe die zijn overweldigend. Dus ik zou zeggen mensen, download allemaal mijn single, Lisa Marie. En zorg ervoor dat het een hit gaat worden. Want was de print ook echt uitgeschreven door Lisa Marie of is dat de naam die je er maar bij bedacht hebt? Nee, de naam was Lisa Marie. Dus ja, dan maar Lisa Marie erin. Hè? Gaat verder goed. Het is zo, we mogen niet mopperen op het moment. En we zijn lekker overal in de landen zijn we bezig met optreden. En ja, net wat ik zeg, het is maar hopen nou, ja, dat Lisa Marie gaat scoren. Het is vernieuwend, het klinkt anders dan al het andere wat er op het moment op de radio draait. Dus hopelijk zijn de mensen er aan toe. Kijk, normaal is het veel toch de accordeonmuziek die erin komt. En dit gaat al echt een beetje naar het uptempo. Ja, ik zou zeggen, ga de single downloaden, ga hem luisteren. Anders dan anders. Hoe ziet jouw zomer eruit? Ja, hopelijk zonnig, maar nee, nog een paar weken werk en dan ga ik even lekker een paar weken ertussenuit met de vrouw en de kinderen op vakantie. En waar gaat de reis heen? Nou, we gaan lekker op de camping, maar we hebben de plek nog niet afgesproken. We gaan gewoon plannen rondrijden, kijken wat ons bevalt en dan zetten we wel ergens neer.